Davy, wat was dit voor wedstrijd uiteindelijk? Nou, ik denk wel een zware wedstrijd in ieder geval. Ja. Wat maakte het lastig? Ik denk eerst was het, deden we het wel aardig en kwamen we best wel vaak doorheen. Ik denk dan de eindpaas die ontbrak dan telkens een beetje, maar tweede helft gaan ze iets hoger druk zetten en houden wij te weinig de bal. Ja, want je zegt het goed, volgens mij de eerste kwartier, 20 minuten ben je heel gevarieerd in het aanvalspel rondom de twee spitsen. Waarom valt dat weg? Ja, omdat op een gegeven moment, op het begin zakten ze heel ver in en tweede helft gingen ze iets hoger en toen kozen wij misschien iets te snel de lange bal. En als we die bal wel in bezit hadden, dan ging het of verkeerd of verkeerde keuzes. Zit hem dat in wat je zegt, in verkeerde keuzes? Of ben je dan ook zoekende omdat het toch een systeem is wat je niet zo in je DNA hebt zitten als dat andere systeem? Nee, denk ik niet. Want de eerste helft zie je dat we ook die ruimtes wel goed vinden. En wat ik zeg, ontbreekt wel die eindpas. Maar ik vond dat we best wel vaak gevaarlijk konden worden. Tweede helft gewoon niet goed genoeg. Dan wordt het uiteindelijk een gevecht wat je moet aangaan met AZ. Ja, nee, tuurlijk. Ja, als de wedstrijd een gevecht is, dat kunnen wij ook. Maar het lijkt me duidelijk dat wij beter moeten zijn dan de bal. Ergens toch opgelucht met die 2-2 nog van Alvarez? Nou ja, 2-2 is beter dan 2-1 verliezen, ja. Dus, ja. Het wordt nog binnenknijpen zo in die laatste wedstrijden van het seizoen. Nou ja, het blijft spannend. En we gaan zo kijken wat PSV doet. En mogen we woensdag weer. En gelukkig hebben we nog alles in eigen hand. Dus houden we zo. Succes. Yes, dankjewel man.